30 jaar geleden lette ik nergens op en was ik slank. Oh, ja. Toen maalde ik een pizza over, werd ik ouder en nu ben ik dik. Maar ik wil terug naar vroeger. Dus eet ik de komende 30 dagen iedere dag pizza en krijg ik toch een sixpack. Dat is echt niet normaal. Ik schrik er gewoon van, jongen. Althans, dat is de bedoeling. Want kan ik het nog wel? En lekker eten en fit blijven? Of moet ik een of andere health freak worden die niks meer mag om niet te verpieteren tot een oudslap mannetje? Ik wil niet hoeven kiezen. Dus aan de bak. Maar het wordt niet makkelijk. Want op dag 1 weeg ik dik 80 kilo, heb ik een buikoptrek van bijna een meter, oftewel overgewicht. Echt een lekkere deadbot. Dus mijn doel om af te vallen... 4 kilo. Kilootje de week. Ja. Gaan we voor. Gaan we voor. Dit is Job. Zelf vrij droog. En onze personal trainer voor de komende weken. En hij kan aan de bak, want mijn zoon Jelle doet mee ter ondersteuning. En ook hij heeft nog geen sixpack. Maar jullie zijn ook niet gek. Met een beetje beter licht zie je al wel een beginnetje. Dan de krachttest. Te beginnen met pull-ups. Hij doet het even 20 keer voor. Ik kan helpen. Kom maar. Ja, helpen hem even. De eerste dag haalde Jelle een indrukwekkende 21 pull-ups. Oeh. Lekker, Jel. En ik? Nou, kijk zelf maar. Alles. Dit is onmenselijk. Ja, weet je, het enige voordeel is ruimte voor verbetering. De push-ups gingen een stuk beter. Ik deed er 20. En Jelle 43. Draai met je boenda, draai met je boenda. De nulmeting is binnen en we kunnen beginnen. Dag 1, we gaan eraan beginnen. Onze eerste training. Samen met Job maken we een persoonlijk voedings- en trainingsplan. Maar van de training krijg je wel honger. Ik heb zin in kroketten en frikandellen. Nee, maar dat mag dus niet. Pizza. De eerste. Proost. Maakt nog beter als je lekker gaat trainen. Maar dit is meteen best wel een probleem, want we eten een stuk minder en we trainen hard. En die combi is even wennen. Dag 3. Ik heb een lekker chest workoutje op het programma. Let's go chest day. Ik merk wel echt dat ik veel minder eet. Ik had van het weekend de verjaardag en ik was echt licht in het koppie. Dus ik hoop niet dat de doelen te veel in de weg gaat zitten. Want op dag 1 hebben we deze doelen gesteld. Ik wil 5 kilo afvallen. Dat betekent dat deze vetbult ingeruild moet worden voor zichtbare spieren. Ik wil echt de pull-ups kunnen. En ik wil me gewoon fitter en gezonder gaan voelen. Goedemorgen. Hoi. Ik moet gewoon echt een dikke sixpack hebben. Maar het beetje spier wat ik heb, dat moet niet allemaal weggaan. Ik moet niet gewoon een ziek botje worden. Ja, want een paar jaar geleden woog je al minder dan 55 kilo en was hij inderdaad niet meer dan een hoopje botten. Maar goed, hoe ga je überhaupt afvallen terwijl je iedere dag pizza eet? Want pizza is ongezond, toch? Nou, ter vergelijking heb ik even een pizzaatje afgehaald en er eentje zelf gemaakt. De afvalpizza heeft ruim 1600 calorieën en die van mij maar 750. Hoe kan dat nou? Minder kaas, dunnere bodem, minder olie. Ja, volgens mij kan het dan gewoon. Dus eet smakelijk. Nou. Halverwege week 1. Ik ga hem even wegen, ben benieuwd. Ik voel me eigenlijk best nog wel oké. Ik heb niet heel veel honger. Alleen, ja, ik word wel een beetje moe van de gezeik van Jelle. Ik mag niks eten, geen koekjes, geen dingetjes. Echt ongelooflijk. Vanmorgen neemt hij een koekje bij het ontbijt. Omdat die havermout niet lekker vindt. Dan denk ik echt, ja, gast. Spierpijn? Best wel. In mijn bovenbenen en mijn achter... Hoe noem je deze spieren hier zo? 79,2. Dat is al 900 gram minder dan waar ik mee begonnen ben. Maar afvallen alleen is niet genoeg. Ik moet ook sterker worden. Dus je weet wat ons te doen staat. Vandaag gaan we even een lekker PR'tje douwen op de bank. PR'tje bankdrukken. Waar ga je voor? Ja, ik denk 60 kilo. Dat klinkt niet heel veel, maar ik heb nog nooit meer dan 40 gedaan. Dus let's go. Nou, het wordt nog pittig denk ik hoor. Het gaat misschien net niet lukken, ben ik bang. Ja, 50 was al heel zwaar, maar ik merk dat omdat ik gisteren heb gedaan, hier, die aanhechtingen hier van die borstspiertjes, die hele kleine borstspiertjes die onder die tietjes verstopt zitten. Nu is Kooijman aan de beurt. Hij ligt al hoor, laten we het proberen. Ja, op. Nee, er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. Voor het eind van de video heb jij 60. Sowieso, dus ik moet nog even die borstjes nog een beetje trainen en dan komt het helemaal goed. Een tieten trainen. Week 1 zit erop. Lekker man, week 1 zit erop. 7 pizzaatjes op. Ziet er goed uit. Beter dan gisteren. Al wat ik wel mis, is dat je gewoon niet even als je trek hebt, even iets lekkers kan pakken. Je moet alles afwegen, niks tussendoor, geen wijntje 's avonds, geen biertje koekie, tussendoor. Geen... Bij het ontbijt ook geen. Helemaal geen bier bij het ontbijt meer. Maar het gaat niet hard genoeg eigenlijk. Nee, het gaat niet hard genoeg. De laatste dagen, ik zit de hele tijd op hetzelfde gewicht. Nou, als je merkt dat het afvallen stagneert, dat is dan wel een signaal om nog lager te gaan in je calorieën. En je hebt Koningsdag, wat er aankomt. Ja, Koningsdag. Het zal neerkomen op discipline. Het ruikt hier wel erg lekker. Wow, dit ruikt echt lekker, man.
met me. Alleen maar lekker eten hier. Maar dunner zit er niet in vandaag. Nou zou ik echt zo'n zin hebben om gewoon even zo'n hele grote vette hamburger. Mentaal, ja, dat is gewoon echt denken, waarom zijn wij hier aan begonnen? Ja. Dat je echt dat resultaat voor je gaat zien. Nou, laat me zien. Gaat hier, jongens. Shirtje uit. Maman Supreme. Oh, wel een sixpack. Nee, helemaal niet. 2 kilo ruim eraf. Ik voel wel door trainen. Mijn armen worden echt wel steviger. Ik voel mijn schouders sterker worden. Ongeveer 1,5 kilo kwijt. Ik heb wel het gevoel dat ik iets leaner begin te worden. En ook qua kracht begint het ergens op te lijken. Op dag 1 deed ik 20 push-ups. En vandaag... Kom op, push. 25 volgens mij. Die laatste jongen, die kwam echt 20% increase. 25%. Nou, jij gaat wel echt de goede kant op. Maar ook Jel heeft niet stilgezeten. 43 stuks op dag 1. En vandaag... 50! Twee keer zoveel als ik. Wat een machine dat lichaam. Wel chill om te merken dat er een beetje progressie is. Dan de pull-ups. Ik heb gisteren wel rug gedaan, dus ik hoop dat het gaat. Jel even naar de 21 stuks van dag 1. In 10 dagen 1 rustdag gehad, dus op zich prima. Steady. Op dag 1 deed ik er 0. En vandaag? Maar we gaan het zien, we gaan het gewoon proberen. Hey, zag je dat? 2. Ik kom niks. Hè? Ik kan er 3. Wat verdikken we, man. Dus we vallen af, worden sterker en eten elke dag pizza. Hoe dan? Dit is exact wat ik eet op 1 dag. Ik begin de dag met een lekker bakje kwark, een beetje havermout, banaan en maar liefst 4 hele amandelen. 4 hele amandelen! Nou, voor de lunch een stukje kip, een beetje rijst, paprika en 2 overheerlijke eitjes. En 's avonds natuurlijk... We gaan even een hele lekkere healthy pizza maken. Super healthy zelfs. Met veel min mogelijk calorieën, veel eiwitten, maar wel een echte Italiaanse bodem. Dit is de lijst met alle exclusieve superfoods van deze pizza. Tomatensaus, ui, knoflook, peper, mozzarella light. Echt super healthy. Dat is veel minder vet dan gewone mozzarella. En het smaakt bijna net zo goed. Kappertjes, verse tonijnsteak en citroen. Klaar! Aan tafel. Tel daar tussendoor nog een kwarkje wil en dan kom je voor 1 dag op totaal 1800 calorieën. Ati, ik heb trek, jongen. Ik zou echt van die pizzamomenten die jullie hebben gewoon echt gaan genieten. Maar we zijn eigenlijk zo druk met filmen dat voor je het weet... En, laatste hapje alweer. Sloes. Dan kunnen we de sportschool weer in. Rammen! Maar terwijl Jel aan het beuken is, ben ik met vrienden een weekendje weg. En dat is eigenlijk de bedoeling om dan eens even goed genieten van een glas wijn en een goed hapje eten. En dan zal ik me af en toe wel eventjes flink op mijn tanden moeten bijten. Tafels vol wijn, pasta's en lekkere hapjes. Niks voor mij. En mijn vrienden maken het me niet makkelijk. Hun kennende gaan ze me dan juist alleen maar een beetje uitdagen. Ah, joh, kan toch wel, man. Ja. Schijn het toch uit. Ja. Wat heb jij nou ineens? Ja. Gelukkig kon ik me inhouden en heb ik de verleiding weerstaan. Maar eenmaal terug word ik gelijk geconfronteerd met de volgende hindernis. Vandaag gaan we even de beentjes trainen, maar niet alleen. We zijn niet met z'n tweetjes vandaag. Een turbo dijen. Het ging niet heel relaxed. Qua kracht ging het goed, maar de balans was een beetje zoek. En met de been is een beetje kapot. Ik trek hem zo helemaal uit. En in één keer tak zo in mijn been. Alsof er iets over elkaar heen schoot of zo. Mijn been doet best wel zeer. En dit is niet de enige blessure die op de loer ligt. De kans op wat spierscheuren en wat uit de kom knietjes en schouders, die zijn heel groot. Ja, want eerder in mijn leven heb ik met skiën al een keer mijn knie en 4 keer mijn schouder uit de kom gehad. Ja, skiën is wel een leuke hobby, maar het gaat bij mij nog wel eens mis. Hij heeft wel een krakkemikkig lichaam. Tel mijn gebrekkige techniek daarbij op. En je hebt het perfecte recept voor ellende. Goede vorm is absoluut belangrijk, met alles. Zeker als je in het verleden ook wat hebt meegemaakt. Gelukkig helpen de tips van Job. Herstelt mijn been en heb ik voorlopig geen last meer van mijn vroegere blessures. Denk je dat ik straks enige definitie heb hier? Ja, dat kan nog wel wat af, volgens mij. Halverwege de challenge en alles lijkt de goede kant op te gaan. Nou, lijkt de goede kant op te gaan. Ja. De camera stond even uit, maar wat zei je net? Ik dacht ineens... Ja, dat hebben we nooit gehad. We gaan vandaag weer lekker trainen. Dus dag 15 halverwege en je hebt er ineens zin in. Ik heb er ineens zin in. Ik moet zeggen, ik vind het leuker worden. Ga lekker, man. Ik kan echt diep gaan vandaag, jongen. Druk op, kom op, druk op. Push. Je benen worden ook wel echt droog. Ja, hè? Je ziet het, hè? Ik zag het zelf ook. Dat doe ik nog even nieuw, hè? Kom op, Laat. Ja! Lekker, bro. En je wou ook even bij 8. Ja, dat is waar. Lekker, man. Pizza power. Goeie coaching, man. Oké, train ze. Thanks, man. Superleuk. Alles leek perfect te gaan. Maar ondertussen...
Hoeveel woog jij vanmorgen? Hetzelfde als gisteren. Ik was dus vanmorgen 66,7. Dat is gewoon 100 gram meer dan vorige week zondag. Deze week gebeurt er heel weinig. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik snap het ook niet. Als ik niet nog wat droger word, dan is het wel een beetje een bedvideo. Ja. Dat is dan wel een signaal om nog lager te gaan in je calorieën. Om nog lager te gaan in je calorieën. Wat zouden de eerste symptomen daarvan zijn als je echt te weinig eet? Wat merk je dat het snel staat? Duizeligheid. Ja. Weinig energie in je training. Oh, zwaar zat je dit. Je gaat al verrot met het laden van dat ding, man. Ja. Het kost al zoveel energie. Ik wil jullie ook niet in een te heftig tekort brengen. Dat jullie helemaal van een stokje gaan. Mooi, man. Mij gaat het lampje een beetje uit vandaag. Te weinig gegeten, denk ik hoor. Weer 10 dagen voorbij. We vallen bijna niet meer af en hebben weinig energie. Kortom, de perfecte voorbereiding op de tussentijdse krachtmeting. 10 dagen terug deed ik 3 pull-ups. En vandaag geen vooruitgang. Niet verbeterd, maar ook niet verslechterd. Waar Jelle eerder 21 deed, blijft hij nou steken net onder de 20. Je weet wat ze zeggen, hè? Niemand stopt bij 19. Ja, nu blijkbaar wel. Nu blijkbaar wel. Maar ook ik stel teleur. Van 25 stuks vorige keer blijf ik nu hangen op 23. Dat was hem. Op. Nu is het aan Jel. Vorige keer deed hij er 50. Maar nu blijft hij hangen op. Ah. Wat is het nou, Jel? Het lichaam is een beetje op. Oude man het worden. Ja. Nee, het is een beetje op vandaag. Het is ook logisch dat je nu in een dipje zit. Eet minder, je beweegt meer, je vraagt veel van je lichaam. Ja, dat is wel waar hoor. Weinig gegeten, te hard getraind. Ook niet te streng voor jezelf zijn. En jullie zitten er goed in. En we zijn er bijna. Dat te streng voor mezelf zijn, dat is nog wel een dingetje. Ik heb wel echt, als ik mezelf dan zie in die spiegel in dat hemdje, dan denk ik, ja, ik word alleen maar heel iel, maar er blijft niks van me over. Ik word gewoon een 12-jarig schooljongetje, maar de drulletjes blijven wel. Met babyvet. Ja, 12-jarig schooljongen met babyvet. Ja, dat is ook mooi. Maar ook bij mij loopt het niet zo lekker meer. Ik ben langzaam wel een beetje gestoord van jou. Altijd alles afwegen. Ik ben gewoon weer normaal eten. Nou, gaan we weer. Even afwegen, heel eerlijk. En genieten kan ik er niet meer van hoor, op deze manier. Oh, dit is wel een heel licht stukje trouwens. Op 3/4 van de challenge en er moet iets veranderen. Het punt van die video is natuurlijk, je wil en gewoon genieten van lekker eten en je wil fit zijn. Maar ja, dat gaat natuurlijk bij jou niet lukken als jij gewoon niet blij bent met je eigen lichaam. Als je gaat zitten zeuren over ieder vetje of op dingetje wat je nog ziet aan je lichaam. Nee, dat klopt. Maar jij zit nou de hele tijd te janken dat je niet meer kan genieten van het eten en dat je het ook niet meer lekker vindt. Ja. Terwijl je weet wat Job zei. Ik zou echt van die pizzamomenten die jullie hebben, gewoon echt gaan genieten. En wat hij daarna zei. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat je voeding beter opneemt als je er een moment van maakt. Even niet op jullie mobieltje. Op de een of andere manier, als je op je eten let, vinden mensen je een zeikerd. Ja, en als je gewoon maar alles eet wat je wil, onbeperkt, dan ben je een levensgenieter en dan geniet je van je eten. Maar ja, in de praktijk is het vaak gewoon gedachteloos een zak chips naar binnen werken. Ja, of dat nou echt genieten is. Maar we hebben nog een dikke week. Het is nu niet voorbij. En jij gelooft er nog wel in, Job? Ik geloof er zeker in, ja. Ja. Nu opgeven is geen optie. Het resultaat komt niet zomaar aanwaaien. Dus, zonder wrijving geen glans. No pain, no gain, zeggen no ze dan. No pain, no gain. Dus gaan we nog 1 week vol gas. Maar als je hard traint, moet je ook goed herstellen. We zijn bij de Renaissance en daar gaan we cryotherapy doen. En cryo, dat is 130 graden onder nul, een soort sauna, maar dan negatief. Renaissance is een center for well-being. En hier gaan we met alleen sokken, handschoenen en oorwarmers aan de extreme kou in. Heel goed voor je spierenstel en je immuniteitssysteem, maar vooral super koud. En dus mogen we maximaal 3 minuten. En waarom heb je zo'n badpak aan? Ja, dat weet ik niet. Het hoort hier gewoon. Dat is onderdeel van het relaxed worden. Je hebt er toch wel wat onderaan mag kopen. Moest dat? Het begon natuurlijk heel leuk te doen, maar uiteindelijk werd het wel echt heel koud. Op het eind, joh, het begint te prikken overal, hè? In mijn benen vooral. Maar het is wel echt sick dat je lichaam dit aan kan. Letterlijk herboren. Snel op naar dag 30. Maar eerst is er nog 1 ding dat mij te doen staat. Buongiorno. How are you? Good. Dit is Paolo, winnaar van het NK Pizza Bakken. En hij maakt onze laatste healthy pizza met, jawel, spirulina-alg door het deeg. Hierin zitten superveel mineralen, vitamine, maar vooral ook eiwitten. It's a superfood, you know? Ja. Gooi er bovenop nog wat tomatensaus, anchovies,
zeewier, zwarte olijvenpoeder en citroen. En je hebt een supergezonde en onwijs lekkere pizza. Deze ga ik even maximaal in me opnemen. Helemaal genieten. We gaan hem even beseffen. Gaat-ie. Dit is zo lekker. Ja, maar kippen wel van. Dit is niet die kou. Nee, deze is echt heel goed. Niet normaal, hè? Echt heel goed. Wereldgoede combi is dit, zeg. Screw die sixpack morgen. We nemen er gewoon nog twee. Oké. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is even schrikken. En ik heb die camera op mijn neus, man. Kom zo mijn bed uitrollen. Ja, dat is het leven van een YouTuber, hè? Dag 30. Dag 30, jongens. We gaan even wegen, denk ik, of niet? Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ik heb er zin in. Op dag 1 woog ik 80,3 kilo. En vandaag 75,2. Dat is bijna 5 kilo in 30 dagen. 5 kilo. 5 kilo. Wat weegt een gemiddelde baby? 4, 5 kilo. Ik ben gewoon bevallen eigenlijk. Jeetje, dit had ik echt niet verwacht hoor. Maar ook Jelle heeft niet stilgezeten. Van 68,8 op dag 1 weegt hij nu nog maar 64,5. Hoe kan jij nou zoveel afgevallen zijn? Er zat toch een grammetje vet op. Of ik kan straks geen ene pull-up meer. Dat kan ook nog. Ja, ik denk dat jij alleen maar spierkracht kwijt bent geraakt. Dat kan niet anders. Ik vind dit wel echt, ik had dit echt never nooit verwacht. Ik denk in 30 dagen, ja, wat kan je bereiken man. Nu de krachttest. Let's go. Goedemorgen. Dag mannen. Hoe is ie? Ja, hey joh. Zitten we er goed in? Ja man, heel goed. We zijn ready. We beginnen met de push-ups. Jel had 43 stuks op dag 1. En het doel nu? 50, Jel. Ga voor 50 goede herhalingen. Goa. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 8, 4, let's go. 2, Jel. 49, 1, kom op. 5. 50. Goa. Yeah. 1, 5. Push. Kom aan, laatste. Heb je. Kom aan, ga voor 52. Goeie! 51, 10 meer dan dag 1. Woe. Lekker, Jel. Nu is het aan mij. 20 stuks op dag 1, daar moet ik overheen. Kom op, pap. 1, 2, 3, 6, let's go. 22. Wow, yo. 23. Kom aan, pap, voor 30. 28. Kom aan, nog 2. 29. Kom op, pap, 30. Kom aan, alles. Kom op. Kijk. Lekker gast. Heel goed, zit meer in. 31. Kijk. 31 gast. Push up voor iedere dag pizza. Holy moly. Nee man, dat had ik echt niet verwacht. Zeker die eerste 15. Ik dacht, nou dit gaat easy. Ja. Dan op naar de pull-ups. Maar eerst. Jij hebt nog 60 kilo bench die je nog moet pakken. Ja. Ik maak me zorgen daarom. Dat is niet mijn sterkste. Kom op. Nee, lukt niet. Lukt echt niet. Sorry jongens. Sorry guys. Tja, het kan niet altijd raak zijn. Dan maar revanche nemen met de pull-ups. Op dag 1 deed Jeller 21. Vandaag gaat hij natuurlijk voor een verbetering. Maar 21 is wel echt wel veel. Het voordeel nu is dat je een stuk lichter bent dan toen. Ja, ik ben wat lichter. Nou ja, laten we het gewoon checken. 1, 2, 3, 4, Oké, en jongens, dikke 5. Shout-out naar Trainmore voor het mogelijk maken van deze video. Hoeveel zet ik? Ik ben het wel kwijt. Nee, we moeten er terug gaan kijken. We gaan het nu even checken, we zijn zo terug. Ja, we hebben 3 keer teruggekeken en het waren er maar liefst 24. Ja. Ik was een beetje te confident met die... Met dat praten. Ja. Maar ik ben happy. Prima. Jou, zelf kon ik er 0. Dus, zoals ik al zei... Ruimte voor verbetering. 1. 2. Zo. 3. 4. Kom aan, pap. Kom aan. Kom op. Nog 1. Probeer nog 1. Naar beneden. Kom op. Kom aan. Alles. Gast, je had 0. Weet ik je had niks. Het is? Ik vind dit een heel mooi resultaat. Je mag wel een beetje... Ja, ik ben helemaal kapot. Yes! Nee, ik vind het echt tof. Had ik echt niet verwacht, joh, dat ik er 5 zou halen. Oké, we zijn dus sterker geworden, maar is het ook een beetje te zien. De before en after. 30 dagen keihard trainen, elke dag pizza eten, gigantische hulp van Job en dit is het resultaat. Wel een bicepje op hoor. Hey. Holy moly. Ja, jij ziet er helemaal uit zijn kast. Dat is echt niet normaal. Dat is echt huge. Sukke brede schouders gekregen. Ja, bizar. Ja. Echt bizar. Eetpack heb jij zelfs, een generic eetpack. En mijn rug, dat vind ik wel echt heel dik. Elke spier kan je gewoon aanwijzen, je ziet de draadjes, dat je vind ik wel echt lijp. 4 weken gewoon keihard bikkelen, maar dan heb je ook dit, hè. Ik bedoel, wij nog steeds geen Schwarzenegger. Met verschil met vorige keer, het is echt huge. Echt een heel mooi resultaat. Meen ik oprecht.
Buikspiertjes komen weer aan, armpjes, schoudertjes, rug, alles begint te komen. Knijter verbaasd over het resultaat. Niet normaal. Absoluut geslaagd. Ik vind het echt een mooi proces geweest. En jullie hebben het echt goed volstaan. Zo, nu mag ik weer eten wat ik wil, zoveel als ik wil. En geloof me, ik ga zeker door met genieten van lekker eten. Maar de manier waarop,